ik zeg anderhalf meter. Nou, welkom allemaal bij deze nieuwe Heegman-vlog. Iets anders dan normaal. Ik ben namelijk thuis. Maar we zitten toch met z'n allen een beetje in een vreemde periode. Met deze coronacrisis moeten we toch allemaal een beetje kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen blijven doorwerken. Ik kan natuurlijk vrij makkelijk thuis aan het werk. Ik heb mijn laptop en ik kan beginnen. Bleek maar weer dat we de ICT goed op orde hadden, want vanaf de allereerste dag konden we thuis werken toen het moest. En nu willen we daarom eigenlijk Bernhard even in het zonnetje zetten, onze ICT'er. Dus ik ben nu naar hem onderweg, confetti-kanon bij me en dan even onze waardering uitspreken naar hem. Het is eigenlijk wel een bende, hè? Maar hij deed het, hè? Hij deed het. Goeie, hè? Haat, jongen. Oké, ik ga stofzuigen halen. Op kantoor kunnen we natuurlijk heel makkelijk thuiswerken, maar op de bouw is dat natuurlijk anders. Ik ga even kijken hoe we nou op de bouw omgaan met de coronacrisis en welke maatregelen we hier allemaal treffen. Om toch door te kunnen blijven werken in deze toch wel moeilijke tijd. Dus ik ga snel een kijkje nemen bij ons project Radiotherapiegroep in Apeldoorn. En ik neem jullie mee. Ja. Zoals jullie achter mij zien, zit hier natuurlijk het ziekenhuis. Dus onze bouwplaats zit ook echt nog wel naast een plek waar nu natuurlijk hard gewerkt wordt om de coronapatiënten te genezen. Kun je even kort toelichten hoe jullie nou hier omgaan met de coronamaatregelen? Nou, we hebben alle maatregelen van die RIVM doorgesproken met de jongens. En verteld hoe het in elkaar zit en waar we tegenaan lopen en wat voor maatregelen genomen zijn. Okay. En goed duidelijk gemaakt en doorgesproken. Nou ja, Gert-Jan, normaal gaan we natuurlijk vloggen, maar nu moeten we 1,5 meter afstand houden. Dus even op deze manier. Maar kun je even kort toelichten welke maatregelen we allemaal treffen op de bouw, nu met het coronavirus? Om te beginnen het vervoer naar de bouw. Dat iedereen zoveel mogelijk alleen in de auto zit. Dan hebben we een stuk minder mensen aan het werk. Om de mensen zo goed mogelijk te kunnen verspreiden over het gebouw. Nee, we maken extra schoon. Gezien de huidige situatie en tussentijds komen nog wat andere schoonmaakmiddelen erheen. Dus gaan we het wel bij. Genoeg voorraad, zo te zien. En dan proberen we de 1,5 meter afstand natuurlijk in acht te nemen. En dat lukt wel aardig. We houden ons hier wel goed aan de regels, zo te zien. Zeker, 1,5 meter afstand. Best ver, hè, 1,5 meter. Dat is inderdaad best ver. En netjes 1,5 meter afstand, zo te zien. En dan hebben we natuurlijk de schaften zoveel mogelijk verspreid. En dan hebben we een extra keten om te schaften, zodat het daar dat je niet zo krap op elkaar zit. Nou, Gert-Jan gaf net al aan dat we natuurlijk nu nog steeds schaften, maar dat we dit dan wel doen in shift, dus niet met z'n allen tegelijk. Dus ik ga even een kijkje nemen hoe dat gaat en hoe de mannen dit ervaren. Goed, zo, oké, kom wel. Ja, de andere kant op ook. Even deze extra gevaar, die met 2,5 meter. Ja. Ook wij bij Heegman Bouw en Infra hebben te maken met de aanwezigheid van het coronavirus. We treffen hier dan ook de nodige maatregelen, zodat we op een gepaste en een veilige manier door kunnen werken op onze bouwplaatsen. We zijn trots hoe uiteindelijk onze medewerkers en de bouwpartners invulling geven aan deze bijzondere situatie. En hou jezelf en ook je omgeving goed in de gaten en zorg dat je houdende richtlijnen en blijf gezond.